We zijn hier omdat we niet alleen gastheer willen zijn voor onze klanten, maar dat we vooral onze klanten willen inspireren. We hebben een hele leuke app gemaakt in overleg met TIG Sports om de ervaring en de beleving van de dag volledig anders te laten zijn. Nou, wat je natuurlijk hopelijk ziet en wat mensen nu ook ervaren als ze op deze KLM open zijn en gebruik maken van die app, is dat ze geïnspireerd raken om na te denken over hoe ze hun bedrijf zouden kunnen aanpassen door gebruik te maken van dit soort technologieën. En natuurlijk is het niet zo dat het alleen om technologie gaat. Het gaat ook over hoe zou ik de beleving kunnen veranderen. Welke informatie draagt dan bij aan een andere beleving voor mijn medewerkers, maar nog veel belangrijker voor de klanten van zo'n dergelijk bedrijf. We hebben positiebepalers gemaakt, trackers. Die worden meegenomen met iedere flight. Een flight is een groep van golfers. Zodat je in de app precies kunt zien waar die golfer zich op de baan bevindt. En als je dus wilt weten wie er nu op de hole achter mij staat, dan kun je de app starten. En dan heb je precies in beeld wie daar speelt. Een van de uitdagingen waar TIG mee zit, is dat dit is een heuvelachtige baan in de duinen. En je kunt niet over de duin heen kijken, je hebt geen idee wie daar staat. Nu pak je de app. De Nederlandse spelers die staan in een oranje marker en je weet dus precies dat Joost Luiten aan de andere kant van de duin staat, kunt er meteen naartoe. En dat is uiteindelijk dit geworden. Dit is het kastje waarmee de flight recorder rondloopt op de baan. Hij hangt om zijn nek. Iedere 20 seconden bepaalt hij GPS-positie en via een gsm-modem zendt hij door naar IBM Bluemix. Dat is ons cloud-platform waarin je heel snel mobiele applicaties kunt ontwikkelen. Aan die informatie voegen wij de feed van de European Tour toe. Dus je weet live de standen, je weet waar welke speler op de ranglijst staat. Je weet ook wanneer welke speler waar op welke tee start. En we maken de informatie beschikbaar via een mobiele app. Die app is gebouwd in ons eigen platform, IBM Mobile First Platform. En dat stelt ons in staat om ook tijdens het toernooi updates uit te brengen. Het is een voorrecht voor ons om met IBM hier te kunnen werken. We hebben samen een app ontwikkeld die een beleving van de bezoeker vergroot. Op deze manier kunnen ze hun speler volgen in de baan en precies weten wat er waar gebeurt. Dat is een grote verrijking van het toernooi. En wat vooral fantastisch is, dat je precies kunt zien waar de flights zijn. Dus je staat op hole 3, je wilt weten waar Joost Luit is. Je klikt op zijn flight en je ziet, oh wacht even, ik moet hier wachten. En dan komt hij zo aan. En dat is fantastisch. Gisteren was ik helaas niet in de gelegenheid om hier rond te lopen. Maar ik kon vanuit Maastricht kon ik perfect zien wat de scores zijn en wie zich bevond op de baan. En dat is echt een uniek iets. Het is geen statische app. We kunnen hem prachtig gebruiken voor onze ziekenhuisomgeving. Waar is de patiënt? Wat is hem te wachten? Waar moet hij naartoe? Hij of zij naartoe dan? En dat soort informatieve zaken kun je prachtig in zo'n app kwijt. En ik moet zeggen, deze app is daar een uitstekend voorbeeld van.